gaan het vandaag hebben over de basics van het planetair tandwielstelsel. In de meeste gevallen een onderdeel van de aandrijflijn, versnellingsbak. Maar dat is niet de enige plek waar we het planetair tandwielstelsel tegen kunnen komen. Als je bijvoorbeeld een fiets hebt met een naversnelling, dan is dat vaak een planetair tandwielstelsel. En bij vrachtwagens wordt het ook nog gebruikt in assen, de aangedreven assen om precies te zijn, als naverreductie. Maar goed, in de personenauto is het doorgaans een onderdeel van een automatische versnellingsbak, maar het zit soms ook in startmotoren. En je hebt ze ook driedimensionaal en dan is het een differentieel. Om bij de basics te beginnen, ik heb hier een stapeltje koffiebekers. Stapeltje, want eentje douw ik al snel kapot. Als ik dat nou eens op mijn hand leg en ik beweeg met mijn bovenste hand over het bekertje heen, dan hebben die bekertjes precies de helft van de snelheid die mijn bovenste hand heeft. Nou, dat kan ik ook tekenen. En dan geven we tanden. We hebben hier een tandwiel. Dan heb ik hier mijn bovenste hand. Dat zit er ook even voor het geval. Tandjes aan. En dan heb ik hier mijn onderste hand. Nou, die geven we ook tandjes. En die onderste hand die zetten we vast, zo. En nou beweegt die bovenste hand, die beweegt die kant uit. Onderste hand staat stil. Dit is de beweging van het tandwiel. Nou, dan is het tandwiel precies de helft van de snelheid van mijn bovenste hand. Goed, dit is lineair, maar we kunnen het natuurlijk ook rond maken. Nou, mijn onderste hand is in één keer ook een tandwiel geworden. Dat ziet er dan zo uit ongeveer. De bekertjes zijn ook nog steeds een tandwiel. En mijn bovenste hand, dat wordt nu een ringwiel met aan de binnenkant vertanding. En nu beweegt het niet meer lineair, nee, nu gaat het circus draaien. Dus als deze staat vast, deze draait. Nou, dan gaat dit tandwiel, dat gaat natuurlijk draaien, maar dat gaat ook bewegen. Wederom met de helft van de snelheid van het buitenste ringwiel. Nou, dit is eigenlijk in basis het planetair tandwielstelsel. Dit noemen we het zonnewiel, planeetwiel en het ringwiel. En om de boel mooi op zijn plek te houden, stoppen we er een paar planeetwielen bij. In veel gevallen zijn dat er drie, kunnen er ook vier zijn of nog meer. En hier ook, nou, maken we zo het cirkeltje af. En die planeetwielen, die moeten natuurlijk niet een beetje heen en weer gaan bewegen. Nee, die hebben we aan elkaar gezet met een drager. Die zitten aan elkaar vast, dus die bewegen altijd met elkaar. Nou, dit is in basis het planetair tandwielstelsel. Je kunt zeggen van, nou, het ringwiel is mijn ingaande kant, ik zet het zonnewiel vast. Dan is de drager met de planeetwielen de uitgaande kant. Je kunt ook de drager vastzetten, dan is de ingaande kant. Dan is het zonnewiel de uitgaande kant. Nou, daar kun je helemaal mee spelen. Je kunt ook zeggen van, nou, ik zet twee elementen aan elkaar vast. Dan heb je een starreverbinding, een directe overbrenging. Allemaal mogelijk. En dan is er nog een variatie mogelijk. Je kunt natuurlijk een paar van die stelsels achter elkaar zetten. En dan kan de uitgaande kant van het eerste tandwielstelsel kan de ingaande kant van het tweede stelsel zijn. Door verschillende planetaire stelsels achter elkaar te zetten, kun je dus steeds meer versnellingen maken of meer overbrengingen genereren. En zo komen Mercedes bijvoorbeeld tot 9 versnellingen in de automatische bak die ze voor hun personenauto's hebben. Maar je kunt nog een stap verder gaan en dat is er een elektromotor aan toevoegen. Kijk, we hebben hier natuurlijk een basisstelsel en ik kan natuurlijk hier dat zonnewiel, dat hadden we vastgezet aan de behuizing, maar daar kan ik ook een elektromotor zetten natuurlijk. Dan krijgen we hier het zonnewiel. Hier de planeetwielen met de drager. En hier het ringwiel. En als ik nou hier een elektrische motor aanzet, nou, die kan ik natuurlijk stilzetten als een weerstand en dan hebben we dezelfde situatie als daar. Maar ik kan hem ook laten draaien. En dan krijg ik een CVT. Dan kan ik hem traploos bedienen en dan kan die versnellingsbak traploos, zonder dat de fysieke overbrengingen veranderen, een andere uitgangssnelheid ten opzichte van de ingangssnelheid krijgen. Nou, waar we dat bijvoorbeeld zien is bij Toyota in de Prius. En Opel deed dat in de eerste Ampera eigenlijk hetzelfde. Gewoon een elektromotor aan een planetair stelsel toevoegen
En je hebt een CVT. Dat zijn de basics van het planetaire tandwielstelsel.